Goedenavond. De commissie van politie bevestigde. De twee topfiguren vandaag op de 5 kilometer bij de vrouwen waren dus uit Duitsland. Zij haalden de medailles op. En op welke Olympische velden werden nog meer medailles behaald? Goud voor de Russische vrouwen bij de estafette biathlon. Mede dankzij een foutloze optreden bij het schieten is het verschil met de nummer 2 Duitsland bijna 4 minuten. Eindelijk maakt Espen Bredesen zijn faam waar op de grote schans. Won die zilver. Vandaag op de kleine schans is het goud voor de Noor. Lasse Kjus wint goud bij de combinatie alpine skiën. De voorsprong die de wereldkampioen opbouwde bij zijn afdaling kwam niet meer in gevaar bij de slalom. En dan bij het schaatsen goud voor Duitsland. Claudia Perstein, 5100ste sneller dan Gunda Niemann. En dat wil deze Berlijnse heel graag weten. Dan gaan we naar het klassement. Dat is nog exclusief het kunstrijden, want dat hebben we er nog niet in kunnen verwerken. Rusland blijft aan kop, maar Noorwegen kruipt dichterbij. Vandaag 5 medailles in het totaal erbij. En Duitsland staat vandaag ook toe met goud en zilver bij het schaatsen. Zilver bij de biathlon en brons bij het schansspringen.